Dit had eigenlijk een video met sfeervolle beelden van de derby der rechte Maashoeven moeten worden. Maar, het zal weer eens niet, de punten bleven op Woudestein of all places. Daarom bespreken we in deze video de volgende analyses. Nee, niet dat soort analyses. Geen door statistieken gegenereerde op iPads af te lezen boemlauw interessante 21ste eeuw hipster pseudowetenschap. Geen high-tech, knettergek, passiegebrek, oortekseren gaatproduct dat de volksport nummer 1 zoals het was in de tijd toen mannen nog mannen waren zou moeten vervangen. Dit gaat gewoon over zoals wij het allemaal op pleintjes hebben geleerd toen Nederland in 88 het voetbal continentaal domineerde. Het is onmiskenbare, alledaagse, met niets anders te verwarren, keihard met de beuk erin pleurende, ouderwetse, godgloeiende, aardbeving opwekkende botergeilen uit één woord bestaande fucking voetbal. Oké, dus we beginnen bij de opstelling met een beknopte beoordeling. Sinu. Oogt af en toe onhandig aan de bal, mag wat vaker klem pakken, maar staat waar hij moet staan en bokst tenminste de meeste ballen gewoon weg. Gielissen, hij probeert het wel, maar het is nog steeds allemaal net niet. Levert de bal onnodig vaak in. Luyrink, de meest ervaren verdediger en das te merken. Waar Gielissen en Ramstein de nodige fouten om mee maken, wil Luyrink nog wel eens oplossen. Ramstein. De penalty werd inderdaad makkelijk gegeven. Maar zou ik je wel vertellen? Het had niet zo ver moeten komen, slow-mo! Slijngaard, de beste man aan Sparta-zijde. Net zoals tegen FC Os is hij ook nog een meeste stofzuiger in de verdediging. Ga ze door. Nieuwedaal, niet de meest briljante voetballer, maar Steve compenseert een hoop door zijn inzet. Hij begrijpt als één van de weinigen dat die bal ook wel eens naar voren moet. Bruinier. Nou, ik weet het niet. Soms doet hij wat nuttigs, maar een echte constante factor kan je hem ook weer niet noemen. Is fysiek minder sterk dan hij ons wil doen geloven. De Nooier. Jeremy, ga naar je ouderlijk huis en zoek de zolder op. Daar moet als goed is nog een doos met VHS tegen liggen. Blaas het stof van de videorecorder af, doe er een band in. En zie hoe je vader en je oom met het spel omgingen. Doe dat vervolgens na. Deekman. Ik heb hem ook in de tweede zien spelen. Zelfs daar kon hij het niveau niet bijbenen. En dan op Woudestein in de altijd beladen derby. I award you no points and may God have mercy on your soul. Voskamp. Moeilijk te beoordelen omdat hij een aanspeelpunt in de afwerking is, maar nauwelijks wat aangespeeld kreeg, dus niet kon afwerken. Probeerde desondanks wat hij kon, tevergeefs helaas. Langendijk. Medelijden moet je met Voskamp hebben als je niet alleen Deekman, maar ook nog eens Langendijk naast je hebt staan. Pieter Langendijk, aardig ventje, maar moet nog zeker wel wat rijpen in het tweede. El Hasnaoui en Bilate. Hier kwam al veel meer dreiging uit dan van Deekman en Langendijk. Jammer genoeg werden zij te laat ingezet. En tot slot, Hüseyin Doğan. Over basisplaatsen gesproken, dat deze voetballer niet vanaf het begin mag beginnen is onbegrijpelijk te noemen. Met de vrije trappen die hij neemt heb je echt een wapen in huis. Ook verricht hij bergenwerk en is hij daarmee een type Nieuwedaal. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat je daar zoveel mogelijk types van moet hebben. Nu gaat het slechts om één wedstrijd, koffiedik gekeken. Maar als je in 6 wedstrijden niet meer dan 1 goede helft gespeeld hebt, mag je daaruit concluderen dat er toch wel structureel iets heel erg mis is. Als je dus kijkt naar deze ploeg, is het op te merken dat Sparta bestaat uit de samenstelling van goede spelers, middelmatige spelers en spelers die nooit van hun leven meer in de buurt van een voetbalveld zouden mogen komen. Daardoor komen wij op de trainnit, Adrie Bogers. De raarste beslissingen komen van deze man. Zo is geboren leider Steve Nieuwedaal aanvoerder af en heeft Jamie Bruinier, iemand die op het veld over het algemeen beduidend minder impact en teamgeist heeft, de aanvoerdersband overgenomen. Zijn wissels zijn onnavolgbaar en als er iemand is die gewisseld zou moeten worden, als je hem überhaupt zou mogen opstellen, is het Donovan Deekman wel. Zo tekortkomend als Missy John was tegen Willem II, zo lamlendig kwam Deekman over op Woudestein, wat toch al niet zijn favoriete plek is daar. Nou ja, blijkbaar hebben we daar nog moeite mee. Blijkbaar is het niet zo evident dat wij dat zomaar naar onze hand zetten. En dat wij het nog niet de kwaliteit hebben om inderdaad die wedstrijd helemaal naar de hand te zetten. Nou ja, het is natuurlijk vroeg en je ziet de resultaten zijn heel wisselend. Hè? Ja, ik denk dat bij geen ene club makkelijk is. Dus ik wist van tevoren ook dat het niet makkelijk zou zijn. Dus ja,
Daar ben ik eigenlijk nog niet zo mee bezig. Hè. We zijn natuurlijk pas bezig en het is heel wisselend. En vandaag had je hem kunnen beslissen, maar dat heb je niet gedaan. Beste heer Bogers, beste heer Vloed, wisselvalligheid is niet goed genoeg voor een club als Sparta Rotterdam. Voor de juiste lijn vinden is er geen tijd. We hebben nu al na 6 wedstrijden 10 verliespunten. Sparta staat niet eens in het linker rijtje en voorlopig wijst niets erop dat dit slechts een fase is waar Sparta op een gegeven moment wel uit zou moeten komen. Moddert de technische staf en selectie op deze manier door, dan kunnen wij op zijn minst op een evenaring rekenen van het seizoen 2010-2011. Het seizoen dat voer genoeg gaf om het boek 3-1 te schrijven. De huidige onvrede onder de aanhang liegt er niet om. De volgende 4 wedstrijden zijn Almere City uit. Daar moet je 3 punten kunnen halen. Thuis tegen FC Eindhoven moet 3 punten ook tot de mogelijkheden behoren. Dan krijg je Fortuna Sittard uit. Die hebben gisteren notabene van Willem II gewonnen en Sparta heeft ook in Sittard een uitcomplex. Dus een punt is realistisch. Tot slot heb je Telstar. Zij presteren boven verwachting en ook dit is een uitwedstrijd. Dus ook hier mag je al heel hard in je handje snijpen met een punt. In deze 4 wedstrijden moet je dus minstens 8 punten kunnen halen. En dat is echt geen onredelijke doelstelling. Dus, heren Bogers en Vloed, wordt deze doelstelling niet gehaald, dan is het duidelijk dat de achterstand te groot wordt. Te groot om zelfs ook maar de na-competitie te halen en mag het duidelijk zijn dat er zowel in de coaching, de opstellingen en de technische aanstellingen hopeloos gefaald is. Trek dan je conclusies.